iedereen keek er naar uit naar de 22e halve marathon en nog 5 kilometer voor de rest in Sint-Dennis. Het was een beetje onzeker, hè? En het is allemaal hartstikke bekend hoe dat allemaal gekomen is. Maar nu hebben we een prachtige zaterdagmiddag op 19 maart en dan gaan 300 mensen van alle leeftijden gaan deelnemen aan de marathon. Succes verzekerd, Erik Sommers. Ja, zeker ja. Ja, we mogen weer een loop organiseren. Het is wat 3 jaar geleden, het is 2 keer is het niet doorgegaan door corona. 2 jaar geleden, toen werd het net 2 weken van tevoren afgelast. En toen hadden we ook al ruim 300 deelnemers en die zijn er nu dus ook weer. Met de voorinschrijvingen zaten we boven de 300 aanmeldingen. En dan voornamelijk zeg maar de halve marathon. Ongeveer een 270 op de halve marathon en een 60 op de 5 kilometer. En dat is dan, daar zijn dan de voorinschrijvingen dus. De nainschrijving komt dan ook het een en ander nog bij. We mogen toch spreken van een succes als dit al de 22e keer is. Komt ook omdat de liefhebbers zeggen, het is ook de mooiste. Waarom is het de mooiste halve marathon? Ja, dat zetten we er natuurlijk in. Hè? De mooiste halve marathon van Zuid-Nederland. En dat beamen ook heel veel deelnemers die beamen dat. Ja, dat komt gewoon door het parcours. Het is een ontzettend mooi parcours. Het is 1 grote ronde door de Staatsbossen. En het is afwisselend. Het is over het algemeen verharde weg. En de bospaden die zijn eigenlijk ook min of meer wel verhard. Dus het is ontzettend goed lopen. Het is een snel parcours. Het is een hele mooie omgeving door de bossen. En een afwisselend parcours ook absoluut. En er is een stukje tussen op de heide. Waar een mooie open vlakte, waar onze fotograaf ook elk jaar staat voor de mooie plaatjes natuurlijk. En het, alles bij elkaar is het een geweldig parcours en dat zeggen ze ook allemaal. Nou is het zo dat het lang onzeker was voor jullie, hè? Van, nou, kunnen we het nou doorzetten, de organisatie, of niet? Ja, het was lang onzeker. Ja, wij moesten wachten tot er weer een nieuwe persconferentie kwam of alles eigenlijk open ging. Normaal genomen dan was de organisatie al begin december al aan de gang. Maar nu moesten we eigenlijk wachten tot half januari. En toen ging eigenlijk de site open voor de voorinschrijvingen. Van de coronamaatregelen die zijn eigenlijk weer een beetje losgelaten. En gaandeweg de tijd is er steeds meer eigenlijk open gegaan. En dat is voor ons natuurlijk wel gunstig geweest. Het is nu eigenlijk al geslaagd, hè? De start moet nog plaatsvinden. Ja. Maar ik zie aan jou en ik zie aan jullie en al die vrijwilligers van Olympus dat jullie tevreden zijn. Ja, we zijn absoluut tevreden. Het is mooi weer. We hebben altijd een ontzettend mooie locatie voor start-finish. Het inschrijven hier bij de blokhut van St. Patrick. Die stellen dat eigenlijk ook voor ons open. We hebben hier heel veel ruimte. Daar ook voor gratis koffie en thee is er voor alle deelnemers. Dus al met al kunnen we het eigenlijk hier niet beter treffen. Succes verzekerd. Zeker weten. Ja, ik denk het wel. Ja, dat moet toch eerst gelopen worden natuurlijk. En we zullen kijken wat voor tijden dat er gelopen worden. Maar eigenlijk is het ook niet zo belangrijk. De deelnemers, de meeste zijn recreatieve deelnemers. En die gaan voor hun eigen persoonlijk record. Of om lekker te gaan lopen in de bossen. En ongeacht wat voor toptijd dat er eigenlijk uitkomt, wel of niet, vinden wij het altijd wel een succes. En we hebben ook heel veel prijzen. We hebben als alle leeftijdscategorieën hebben wij prijzen. Dus en dat gaat 40 min, 40 plus, 45, 50, 55 en 60 plus. Voor zowel bij de heren als de dames zijn er bekers te winnen. Je hebt het over toptijden. Kijk eventjes, de vorige winnaar, dat was in 2019. Die liep 1 minuut, 1 uur en 18 minuten en nog wat. Is dat in de atletiekwereld echt een toptijd? Nou, in de wereld is het inderdaad geen toptijd.
Want als je echt bij de Nederlandse kampioenschap kijkt, dan is het toch nogal wat sneller. Maar ja, zoals ik net eigenlijk al zei, is het eigenlijk ook helemaal niet zo interessant. Maar ik denk dat we gemiddeld genomen zitten wij rond de 1 uur en 15 minuten voor de winnaar van bij de mannen. En bij de vrouwen zitten we ongeveer op 1 uur en 30 minuten, 1 uur 35 minuten. Dan kunnen we de eerste vrouw binnen verwachten. We gaan het zien, dankjewel. Ja, ook zo, dankjewel. Yes.
wordt hier nog weggehouden ook. Applaus hier voor Rick. Ja, keurige tijd hier van Ruten. 1.13 losse kontjes. 1.13.03, Ruten Meul van het Horst. Mooie tijd hier neergezet. Mooi tempo vastgehouden. Ruud van Meul, zomaar, nou ja, na een behoorlijke inspanning, winnaar van deze 22e halve marathon in het Sint-Tunisse Bosse. Hoe ging het jou in fases, of was je steeds top? Ik wist niet hoe ik er mee moest delen, want het is mijn tweede halve marathon in mijn leven, dus dat is een beetje kijken van wat gaat er gebeuren. Hè? Maar ik voelde me goed in het begin en gewoon mijn eigen tempo gerend. Ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Ja, dus je hebt eigenlijk nog niet zoveel ervaring in marathon lopen, halve marathon lopen? Ja, ik heb heel veel gefietst, heel veel gemountainbiked. En ik wou rennen in 2018 in een heel raar moment, een hele marathon gerend zonder te trainen. En toen is Mark te pakken, sinds 4 jaar. En je bent hier al vaker geweest in Sint-Tunis? Nee. Helemaal je eerste keer? Ja. Ja, en dit is dan de 22e. Kun je iets meer vertellen over van, ik bleef top. Ik bleef top. Nou ja, ik wil het wel zeggen, maar goed, ze voelden de laatste 3-4 kilometer niet. Je krijgt daar stuk tegen de wind in. En dan waarschuwden ze mij al voor de voorfietsers. Die zei, je moet daar ook nog terug, hè, tegen de wind in. Oh ja, dan zien we dadelijk wel. Ja. En zo was het. Maar dan zeggen die organisatoren en andere mensen ook van, ja, het is echt de mooiste marathon of halve marathon van Zuid-Nederland. Heb jij dat zo ook ervaren? Merk jij er iets van, het is lekker lopen hier? Ik ben een geweldige natuurliefhebber en op een gegeven moment, ik denk een kilometer of 5 voor de finish, zie je rechts in de wei waar koeien en waar stieren met de voetjes in het water staan. Daar doe ik het voor en daar zie ik ook. En daar gaat het om. Ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar zijn er al meer binnen, Gus? Ja. Er zijn er al meer binnen. Dat is wel. Maar je kan natuurlijk ook onmiddellijk vergelijken, uitslag van andere marathons die ik loop heb, halve marathons. Ik leef bij de dag. Het was tot nu toe een moeilijk jaar. En ik vergelijk niet, want vandaag is vandaag en morgen ben ik er misschien niet meer. Dus, wat bedoel je daarmee? Nou, onlangs moest ik naar het ziekenhuis en er waren wat kiestjes geconstateerd. Nou, dan beginnen ze meteen over het K-woord. Gelukkig is het daar niet. Ja. Maar dan gaat het wel anders relativeren. Ja. Alles had altijd meegezeten. Ja. En daarom zeg ik, het is mooi dat ik erbij mag zijn. Het is mooi dat het zo weer is. Ja. En het is jammer dat er minder van onze pilgrimmannen zijn. Ja. Ja. Maar als je dit kunt volbrengen, dan staat hier een hele gezonde atleet voor me. Ja, die wel 2 keer corona heeft gehad dit jaar en vorig jaar. Dus ik voel meteen de afstand. Ja. Maar het gaat goed. Ja. Ja, dus ik klaag niet. En, het resultaat is er ook na. Ja. Ja. Proficiat en sterkte voor de toekomst. Dankjewel. Geniet ervan. Dank je, ja. Thank you.
En de hand aangestoken met de fiets van de Maas en de kassier. Eerst nog twee toeren, de rijkers van de Keilerde schreven tot hier komt ze als ze staan gedaan. Hier vandaag in zijn tunnel. Irma Jansen, winnares van deze, mag ik zeggen, prachtige marathon. Ja, ja, jij zegt dat natuurlijk toch, want je hebt gewonnen. Ja, het is echt mooi. Ja, ja. Mooie omgeving. Nou, je bent ervaren loopster natuurlijk. Hoe verliep het? Inzinkingen of steeds? Nee, helemaal niet. We hebben continu 4:30 gelopen, ja. Eigenlijk. Dat was ook eigenlijk wel ons doel, zeg maar. En ik voelde na 7 kilometer dat het lekker ging. En dus ik denk, die pak ik vast. En die hou ik vast. En dat is gelukt. Ja, ja. Jij praat in het meervoud, hè? Ja, mijn hardloopmaatjes, waar ik mee binnenkwam met Sander. Ja. Ja. En na verloop van tijd gaat iedereen zijn eigen tempo lopen? Of hoe? Ja, dan wel. Je zag wel groepjes, dus dat was ook wel lekker om mee aan te haken, zeg maar. En iedere keer kon je mooi zo'n groepje voorbij. Ja. Ja. Heb jij tijdens de loop in de gaten van welke positie je loopt ten opzichte van de anderen? Ja, daar roepen ze continu. En ik lag op een gegeven moment vierde. Dus op een gegeven moment ga je dan de derde vrouw voorbij, de tweede vrouw voorbij. Ja, de fietsers lopen continu bij je. En die dame op de fiets riep ook continu, je hebt tijd, je hebt tijd, doe maar rustig. Dus ja. Heb je ook door van, naar je gevoel van, het gaat goed vandaag. Ja. Ik ben de eerste vrouw tussen al die mannen. Nee, het ging makkelijk. Ja, ik had hier op het einde. Na de nog 2 kilometer voor de finish, zeg maar, toen was het op. Maar de rest heb ik continu gevoel gehad dat ik over had. Ja, het ging echt lekker. Als je dit allemaal lukt, dan heb ik het idee van dat je de hele week met sport bezig bent. Ja, klopt. Ik loop 4 keer in de week. Ja. 4 keer in de week? 4 keer. Ja. Ja, het is gewoon uitlaatklep. Dat is heerlijk. Ja. Ja. Je zou het iedereen aan willen bevelen? Zeker. Absoluut. Ja, gewoon doen. Al is het maar 5 kilometer. Ja. Dan heb je vast alles meer gewonnen. Ja, klopt. Ja, je hoeft niet zo bescheiden te zijn, hoor. Ja, jawel. Ja. Ik vind dat sowieso, ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, ja, dat geeft ook wel een kick, moet ik zeggen. Ja, ik hoor hier een winnares. Het is een 20e marathon van, dit blijf ik doen. Ja, zeker. Ja, volgend jaar sta ik hier weer. Ja. Proficiat en geniet van je overwinning. Ja, komt goed. Dankjewel. Ik ga je omkleden.